Sander, hoe groot is de teleurstelling? Ja, natuurlijk heel groot. Als je weer in de 93ste minuut 2 voor staat tegen Nieuwkoop en hem voor de tweede keer dit seizoen niet over de streep trekt, is dat wel heel zuur. En dat is een beetje hetzelfde als dat ik daaruit heb gezegd. Wat dat betreft kunnen we copy-paste doen. En ja, hij schiet hem natuurlijk fantastisch binnen. En volgens mij is er aan die goal zelf niet zo heel veel meer te doen. Misschien kun je iets korter dekken, maar zo raakt hij alleen die ballen tegen ons volgens mij. Goed, je komt met 1-0 voor. Eerste helft was van Aalanderveen. Dan had je eigenlijk misschien nog even die, in de eerste helft nog, even, nog een tweede erbij moeten maken. Ja, precies. We wisten, de druk staat erop. En allebei de ploegen proberen natuurlijk elkaar onder druk te zetten. En was te zien, voor een heel goed voetbal was weinig sprake. Maar als we dan 1 of 2 momenten kregen om een goede steekbal te geven, dan was het ook gelijk gevaarlijk. En ik denk dat Alès 2-3 keer de eerste helft vrij voor de keeper geweest is. We maken een goede goal. Ja, en dan had je misschien achteraf door moeten drukken. Ik had niet... Is dat verwijt wat je misschien nog aan hem kan maken? Nou, verwijt niet echt, denk ik. Dat is misschien een groot woord, hoor. Maar... Je moet natuurlijk best wel wat meters overbruggen. Dus voordat je bij die goal bent, want we moeten natuurlijk best wel wat meters maken. En ja, hij schiet ze er niet expres niet in. En ik denk, het zijn ook geen 100.000% kansen die je moet maken. Alleen, ja, het was mooi geweest als je er eentje bij gemaakt. Dat het verdedigen stond echt heel goed. Ik heb denk helemaal niks weggegeven de eerste helft. Of misschien op 1 voorzet die we verdedigd hebben na. Ja, en dan het enige wat ik niet begrijp is dat je dan de tweede helft zo uit de kleedkamer komt. Zo, ineens slap uit de kleedkamer, hè? Ja, misschien niet eens slap, maar de hele organisatie die we juist zo goed onder controle hadden. Het was, ja, de tegenstander wist dat er 1 speler, maar dat gebeurde ook niet. Het was ook niet dat hun ineens een ander systeem ging spelen, maar... Dat we het ineens niet meer onder controle hebben. Dat ook allemaal spelers ineens heel druk gaan doen. En ja, terwijl je het daarvoor gewoon goed voor elkaar had. Dat is misschien meer verwijtbaar dan dat je die bal er niet in schiet. Ja, het verwijt dat je de organisatie gewoon, dat die gewoon weg was. Ja, zeker omdat je de eerste helft, we zeggen nog in de rust, complimenten. Want ja, zo goed organiseren tegen echt een goede ploeg, wat Nieuwkoop is. Helemaal niks weggeven. Dat is geen tegenstander gelukt. En, ja, dat je dan binnen 5 tot 10 minuten na rust dan gelijk zo weggeeft. Dan staat 1-1. Maar ja, ze hadden ook door kunnen drukken. En nou ja, toen kwam Valentijn erin en toen veranderde weer een beetje de situatie. Maar ja, dat is misschien het enige verwijt dat we kunnen maken. Hoe heb je zelf deze wedstrijd vanaf de zijkant beleefd? Ja, nou ja, het is sowieso heel gaaf om in zo'n entourage te spelen. Ik had wel de hoop dat het iets meer een mooi voetbalfeest zou worden. En dan bedoel ik meer in spelniveau. Ik vond het spelniveau niet heel goed. Ik vond het van allebei de kant heel onrustig, heel rommelig. Conclusie eigenlijk, het was geen topper eigenlijk. Wel op papier, maar op het veld niet. Nou, qua spelniveau niet, denk ik. Maar dat heeft denk ik ook met de ploegen te maken dat er gewoon veel druk op de bal wordt gegeven. Want je kan niet zeggen dat er vandaag geen kwaliteit aan spelers op het veld stond. Alleen dat wordt gewoon heel moeilijk gemaakt door de tegenstander. Dat hebben wij goed gedaan bij Nieuwkoop en andersom. Maar voor de neutrale toeschouwer was het vooral heel spannend, denk ik. En niet per se heel goed. Conclusie eigenlijk, je hebt alles, je staat er bovenaan en je hebt alles op mijn eigen hand. Ja, zo is het wel. Nog 6 wedstrijden. En, ja, we weten dat we ook nog een heel zwaar programma krijgen, maar alle ploegen krijgen nog wel een paar andere ploegen die lasten zullen krijgen of het last zullen hebben. En sowieso denk ik nu elke ploeg, iedereen speelt wel ergens voor. Of je speelt voor de derde periode, of je speelt voor rechtstreeks handhaven, of je speelt voor na-competitie, of je speelt. Dus iedereen moet nog ergens voor spelen. Dus ik denk dat we, nou ja, er gaan nog 6 gekke speelrondes komen, denk ik.